Onze kwekerij is Frank van den Burg. Wij runnen hier een glastuinbouwbedrijf. We zitten ongeveer 40 jaar in het vak. En de laatste 7 jaar is de dochter erbij gekomen. En wij hebben als teelt de tomaten en daarnaast poinsettia's, kersten. Waarom heb ik meegedaan aan dit watermerkproject? We hebben altijd periodes in de zomer dat we water tekort hebben. En dat is eigenlijk een beetje vervelend, want we weten dan niet waar het dan zo gauw vandaan moet halen. Een goed alternatief is een omgekeerde osmose. Maar goed, dat is ook vrij duur en kostbaar. En daarom hebben we met z'n allen gezocht naar een ander alternatief. En dat is dan waterberging op de kast. En dat houdt dit in dat als het erg hard regent, dat het water opgevangen wordt en de tijd gebufferd blijft worden. Het is een heel mooi systeem. Wat weinig kost en toch een goed rendement heeft. En ik denk dat vele collega-kwekers dat wel aanspreekt. Alleen we zitten nog met één handicap. Het gaat wel aan de kant waar de niet de dakwasser op de kast gaat. Maar de andere kant, daar moeten we nog creatief in zijn. En proberen om daar ook nog een oplossing voor te vinden. Dat als we met een dakwasser de kast overgaan, dat die schotjes dan demontabel zijn. Of een of andere manier naar beneden klap. De goot wordt afgeschermd met een driehoek en daar wordt een gaatje in gemaakt dat het gedoseerd afloopt. Dus dan blijft het water, het overtollige water wat in een korte tijd valt, blijft op het dek staan. En dat gaat gedoseerd de afvoerbak in en naar de centrale plaats, het waterbezin of silo. Die camera's die houden het in de gaten of het allemaal verloopt zoals we dat willen hebben. En er is een camera geplaatst voor de goot waar het schotje in staat en een camera waar de vrije uitloop hebben. Dus dan kunnen we het altijd controleren wat er overheen gaat en hoe het werkt. En we houden ook nog in de gaten hoeveel water er valt. Dus er is een regenmeter, een soort weerstation staat er. En dat weerstation dat geeft aan hoeveel licht er is, hoeveel wind er is, hoeveel water er valt. Dit is een druksensor. Hier geeft hij aan hoeveel water erin komt. Door de weerstand van de druk van het water wat er bovenop drukt, geeft hij via een computer aan hoeveel water er in de nacht bij komt en hoeveel eruit gaat.